Vandaag, 9 augustus, is het precies 134 jaar geleden dat de eerste Javaanse contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname. Bij de herdenking hiervan wordt dit jaar het accent gelegd op cultuuroverdracht. De festiviteiten zijn gisteren begonnen te Sanabudaya, waar voorzitter Elwin Atmodimejo van de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie een korte terugblik gaf van de eerste groep contractarbeiders uit Java. Meer dan een eeuw geleden hebben de Javanen de ferm en meestal erbarmelijke reis getrotseerd om zich te begeven naar het onbekende. Een nieuw leven van hoop. Met medeneming van normen en waarden en cultuurgewoonten en gebruiken. Om hiermee een nieuw bestaan op te bouwen in het onbekende land. Een nieuwe toekomst. Een nieuwe wereld. Bij dit heugelijk feit vond ook een kranslegging plaats. Voorzitter Atmodimejo gaf te kennen dat de Javaan niet alleen bekend staat voor de culinaire tongstrelers, maar ook hun culturele uitingen. Volgens Atmodimejo worden er steeds meer initiatieven ondernomen om de culturele en maatschappelijke aspecten van de Javaan in beeld te brengen door video- en filmproducties en uitgaven van boeken. Maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we dit jaar het accent gelegd op cultuuroverdracht, op storytelling. Tell the personal story and experience of your identity, of your background. Don't be ashamed, because we are very proud Wong Jowo Nekoro Suriname. Ambassadeur Yulangpo Iyatno van de Republiek Indonesië in Suriname benadrukt dat de bilaterale relaties steeds beter worden, maar dat er nog steeds hobbels zijn als het gaat om het bevorderen van toerisme en handel. Het handelsvolume in 2023 tussen Suriname en Indonesië bedroeg volgens de ambassadeur slechts ietsje meer dan 6 miljoen US dollars. They have contributed to the wonderful diversity of the nation. Javanese community has been an integral part of Suriname. In Indonesia, when people hear the word Suriname, the first thing they have in mind is that they immediately associate it with the existence of the Javanese community in the country. It reflects how close the relationship between Indonesia en Suriname is. Namens de regering was minister Brontoetse Moharjo van Binnenlandse Zaken aanwezig. Het begrip Wong Jowo kan volgens de minister niet meer als een etnisch woord worden beschouwd. Het is gegroeid van een etnisch begrip naar een Surinamer met kenmerkende, prijzenswaardige karaktereigenschappen. Het symboliseert het mooie van de Surinaamse mens. Gastvrij, vriendelijk, zacht van karakter, bescheiden, werklustig, samenwerkend, creatief, ondernemend, vooruitstrevend, saamhorig, rechtvaardig en vredelievend. Elke Surinaamse burger die deze mooie eigenschappen bezit, is een Surinaamse Wong Jowo. Dat de Javaan anno 2024 toch nog bescheiden is, maar mag wel trots zijn op zijn kennis en kunde. Suriname is het enige land in het Caribisch gebied waar Javanen wonen en hun culturele tradities hebben behouden. Echter door de jaren heen zijn enkele zich elders gaan vestigen in de overige Caribische eilanden in de hoop een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen te scheppen.